Kijk naar het weerjournaal van Weerplaza. Bewolking is niet goed te zien op de satellietfoto, maar trekt wel van noord naar zuid over het land. In het zuiden is nog opklaring en vorst en van het noorden uit is dus die bewolking. Daaruit valt soms wat lichte motregen en dat betekent dat als het op een nog bevroren ondergrond valt, dat het lokaal in het noorden van het land even flink glad kan zijn. Maar vanmiddag lopen de temperaturen op naar 2 tot 6 graden, is van gladheid geen sprake meer. Weinig ruimte meer voor zon, hoewel ze soms nog even schijnt, vaak bewolking en soms wat lichte motregen. Vanavond trekt die motregen langzaam zuidwaarts weg. Eh, wordt het eh, toch tamelijk bewolkt? Temperaturen 2 tot 4 graden. Hier en daar een opklaring. Vannacht gaat er weinig van de temperatuur meer af. Het blijft boven nul. Morgen wordt het 5 tot 7 graden. De zon schijnt van tijd tot tijd. Een groot deel van de dag is het droog. En vooral in de namiddag kan er in het noordoosten een enkele bui vallen. Dan gaan we naar de meerdaagse kijken. Maandag is het tamelijk bewolkt en vooral landinwaarts valt er af en toe wat motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Dinsdag en woensdag is het weer grotendeels droog en vooral woensdag breekt de zon weer vaker door. De temperaturen blijven vooralsnog ruim boven het vriespunt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.